play button. Wacht, laat me eerst even we hebben twee viewers. Laat me eerst even die volume checken. Niks aan de fucking lucht. We hebben een zwart beeldscherm. Met een offline. Oh, we zijn live! Dan doet hij het wel gelijk, want eerst had gek beeldscherm op die Overwatch. Ja, hè? Overwatch zat gewoon fucking zacht. Ja, mooi. 83 lootboxes, jongens. Niet meer hoor. Zo, ja, ik kan net mijn kaak helemaal vol met M&M's. Omdat is een thuis situatie om te praten. Oh, ja. Well, guys, hitbox number one. Oh, achievement, wat? Beetje poep. Over lootbox en achievement. Nee. Ook ja, die heb ik voor sure die achtergelaten. Dat is wel een mooi beetje, dat je terugkomt en gelijk je eerste achievement hebt. Maar skins vallen mee, jongens. Kijk, paars. Oh ja, mooi. Mooi paars. Kijk die paars, jong. Oh, we hebben nog 82 kansen, dus het gaat helemaal goed komen. En een skin die je echt zou willen, jongens. Widowmaker. Ja, de blonde Nova. Porno Widowmaker. Maar aan de andere kant denk ik ook bij die van meh. Omdat iedereen hem nou hebt. Iedereen heeft hem gewoon voor currency gehaald. Wij kunnen straks ook voor currency halen wat we willen. Dat is natuurlijk. Slim. Beste poppetje in game, weet je. We hebben gelijk 5000 ekkies, jongen. Hey. What the fuck, een kussen. Wat voor bullshit dan? What the fuck moet je met kussen? Een kussen, je? Voor pillow fight. Hoi! En dat zijn de mooie kleuren. Kom, weer centen. Nou, nee, volgens mij kun je ze meteen gewoon kopen wat je wil inderdaad, want we krijgen alleen maar centen. Alleen maar centen, man. Smegma. Rectal smegma. Wat allemaal in die boxen zit, allemaal poep. Nou, hier zit er zo gauw in, minder. Maar we hadden maar de helft van de skins die eruit zijn, hè? Oh ja, we hebben ongeveer de helft van alles. We hebben wel weer nieuwe skin. Net iets minder, denk ik. Mooie skins. Nee, het is weer wat voor mooier. Daar hebben we het minste van. Oh, rustig even muziekje op de achtergrond, hè? Maar dat horen jullie waarschijnlijk helemaal niet. Maar het is van net een soort Rollercoaster Tycoon. Valt mij wel, maar we hebben nog bijna geen dubbele gehad, joh. Nee, dubbele, de kans op dubbele hebben ze mij eens omlaag gegooid. Ja. Oké. Okay. Dus ik krijg gewoon vaker. Vaker. Je kan nog steeds dubbele krijgen hoor, maar de kans is gewoon wijs verlaagd. Dat verandert dus toch gewoon in cent, hè? Maar dat is deze shit. Ja. Oh, een hartje. Oh. Het in cent als je een dubbele krijgt. Ja. Oké. Okay. Voor mij krijgen we die dubbel kregen 50 cent. Ah, joh. Dus die legendary die we net kregen, die was dan ook een dubbele. Die ging je wel af. Ik heb best wel vaak een dubbele legendary gehad. Zonde. Dat ik helemaal niet zeker legendary zijn. Hey. Drink dat. Hebben we een Horizon Ruland? Double purple. Wat is dit voor lelijk poppetje dan? Oh! Winston? Dead ass. Dead ass. Kanker, huge motherfucking ass. Look at that booty. Net zoals die Opel auto's. The car with the ass.
Nu zitten we op de 69. Kom, titel veranderen. 69 boxes. Hier zit sowieso wat moois in, want deze box is kankersexy. Find a tracer. Piece of slet. Deze box is the ultimate box. Ultimate sexy, en daar komt een kind uit. What the fuck is dit voor game? Tracer die houdt van porno, weet je. Tracer, die is wel slet. Die denkt er alleen maar aan. Wat met die leren kinky broekjes aan en shit, weet je. Die vraagt er gewoon om. Zijn ze ook wel een oude tand? Zijn ze een gilfje? Even die Gilliver? Ja. Dat is een gilfje, ja. Gilfje. Klinkt ook wat beter dan Jill. Hey, even die Zenyatta shit. Zenyatta is ook wel een beast, man. Ja, Zenyatta is zeker een beast, maar moeilijk om te spelen, om echt mee te ownen. Maar wel een beetje weinig. Weinig legendary tot nu toe. Kut inderdaad. Met de kerstboxes krijg ik meer legendaries. Dat is een aardige prijs voor die Roadhog. Roadhog. Kijk, skins. Daar hebben we van. Gele slet, dikke anus. Die Roadhog spray die had je wel mogen equippen, maar. Wow, misschien is je hard genoeg zwaait. Kijk, als je hard genoeg zwaait, zie je die anus, hè? Wow, zag je die trick? Holy shit, de trickmeister hier. Player klaart die shit. Ja hoor, hier gaan die bel. Wahaha. Je ziet gewoon die bel. Oh, extra thick! Extra thick. Heel. Snikkel terug de broek in. Kijk, de eerste. Bastion. Met de vogie. Bastion? Met de vogie. Vogel. Ik zal deze ook wel even equippen voor je Niels. Alsjeblieft. Kan je daar de volgende keer mee spelen? De eerste mooie skin is binnen. Kunnen we in ieder geval nog aftrekken vanavond, weet je. Ja hoor. Aftrekken op Bastion. Ja man. Fap, what a beautiful bastion you have. Killing floor item was een mooi, ik kreeg een pyjama, weet je. Dus wordt wel lekker slapen vanavond. Weer dead ass. Stop dead ass. Was dit voor een raar opgefokt schaap, mens? Fucking ram achtergeval dan? Oh, Risa. Wat is het? Tank. Tank, ja. Yeah. Ziet er niet uit, je. Zie je, ik ben gewoon op tijd gestopt met spelen, weet je. Die is kanker OP trouwens. Ga je de slut, jongen, of kan? Die heeft een shield neer voor zich en ja. Als je de shield net kapot hebt, dan zet hij gewoon weer een verse neer. Ja. Oh, nee. En als je te dichtbij komt, dan drukt hij shift en dan neemt hij de helft minder damage. Dit is. Dit is. Is voor mij. Fucking furries. Oh, heb neem niet tijd. Lekker. Moet iemand anders hebben neem? Nee? Nee. Lekker. Nom. Heb neem zijn baas. Even de Green Reaper. De Green Reaper. Hij was zo gay dat hij ineens opviel. Ik weet niet. Allemaal. Sowieso eigenlijk ook een zijstad moeten hebben. Allemaal rectal smegma, maar we willen glimmende shit. We willen dikke knife hebben. Ah, is geen CSGO, hè? Dikke unusual. Geen maar dikke unusual Team Fortress 2 uit, weet je. De shit kan je niet verkopen. Hij is paars. Nou, weet je wat een vette ulti had geweest voor Reaper? Hij zou wel kanker minder OP zijn als dat hij nu is, hoor. Wat dan? Je weet toch die teleport die hij kan doen? Ja. Nou, als je die teleport, dan op je target land. Dan, hoe heet dat? Dan teleport.
Nee, dan teleport je er naartoe en dan sta je meteen achter hem met je hand zo op met een mes op zijn strot, zeg maar. Oh. The Reaper. Just been reaped. You've been reaped. The underworld. Dat zou wel een vette... Al over 6000 accu's, jongen. Rijke tata. Ik vertel je niemand die rijke tata's. Hoe kom je zo rijke tata dan? Om maar centen. Hoe komen dit dat jij zo'n rijke tata bent? Ja jongen, ik heb toch cent uit de kist. Jij kan proberen mijn tata's te stelen? Moira, nou, zo mooi is het niet. Fucking lesbie opgeschoold van deze barsers. Mooi. Hij is een vent? Oh nee, wel tieten. Outfit minister? Maar hij wel tieten, what the fuck? It's a trap. Ja, iedereen noemt Moira de trap. Traps are gay. Moira is ook gewoon een trap. Traps are gay. Oh! Een soort David Bowie voorstellen ofzo. Juist hem. David Bowie was meer een short trap. Mooie skin. Mooie skin. Alsjeblieft, ja, fuck. Ja, die skin is echt mooi. Is fuck. Heel mooi. Fuck white. Fuck white. Ik zeg tegen jou, die skin is gewoon mooi. Hey, dit is geen eens plastic. Is niet verkeerd. Nep tette. Maar dit is niet die nieuwe skin, want deze wit met, nee. Met bruin volgens mij. Poep skin. De Mercy skin die ik nu equip. Sente. Is toch veel cooler. Dat is die Griffin. Hey. De Griffin. Veel cent, jongen. Dan ben je rijk dat dan? Ja, 6500. Kun je nagaan hoeveel currency ik en zo. Ik bedoel hoeveel goede skins ik dan eigenlijk al gehit heb. Oh, wat schattig. Lust die bitch van Game of Thrones, weet je? Die fucking Yeti toch? Ja. Hoe heet ze ook weer? Ah, ik weet niet. Is met Brandon of zo? Nee, ze heet Brienne of Tar. Oh ja, Brienne, dat was. Brienne of Tar. Bijna hetzelfde. Wat is met deze half kale bitch dan? Geile Pinocchio slit. Ze heet iets van Brandon. Denk eraan, hoe ja, weet je, het lijkt ook op een vent, toch? Who are you? Oh, my name is Brandon. Brandon with the clit. Het mooiste van heel die Game of Thrones vind ik nog. Je weet toch die rode van North of the Wall? Die hele tijd van de Tarkin. Zwaar te kinken. Als ik een kind met haar krijg, dan moet een beest worden. Ja, wat denk je wat eruit gaat komen dan, vriend? Dat is ook wel... Wat? Wat is dit voor vegan fucking spraypaint dan? Dan komt er echt wel een beest van een voor wie is die al? Voor Roadhog zeker? Ja, ik weet niet eens gekeken. Vegans, daar moeten we niks van hebben, weet je. Moeten lekker vlees eten. Oh, de player icon voor player. Roadhog, die vinden het niet leuk als je hem een varken noemt, weet je. Ja, hè? Staat dat in zijn lore? Omdat is het een neger? Dit is toch ook een varken? Een dier. Ja, Doomfist. Hij houdt er niet van als je bacon wat? En dat soort dingen zegt. Doe dan Pimpy Doomfist. Take a knee. Weer die grote Yeti. Pew. Ja. Maar die gekleurde items vallen wel mee hier. Ik kan beter kansenstrekkistjes ook maken. Ja, het valt allemaal vies tegen, ja. Ik denk dat 80 boxies, dat je toch wel een paar gouden krijgt. Ja, er zitten wel een paar leuke tussen. Ik zeg het en dan komt gelijk een gouden Zenyatta. Klaag eens harder dan. Even die echte Nederlanders stel, weet je. Ja. Keep calm en repon. We hebben er aardig wat aan geopend al. Kijk die cent ook al. Ja, hè. Hoe duur is zo'n zieke skin? 1000 of zo zijn die altijd, toch? De duurste is 3000. Ja. Prijzige shit aan, hoor. Yo, hè?
Ready fucking man, wife. De hele tijd. Elke skin die we hebben gehad lijkt gewoon op dezelfde skin of zoiets. Ik weet niet hoe ze. Ja, joh, de helft van die skins. Ja, dat komt omdat je hebt nog 0 Mora skins. En de kans dat je een dubbele krijgt is klein. En al die blauwe skins heb je al. Dus als je dadelijk al die Mora skins hebt, dan ga je de hele tijd zo van die duplicates krijgen. Of die blauwe. Maar nu krijgen we recente. Ah, ik weet niet, voor Moira had ik maar 10 van de 50 of 60 items of zo. Moira had het minste. Moira had het minste. Ja, ze had het minste. Aardig stembereik hoor, hou ik daar. Oh, Moira. Moira. Aardig zangtalentje aanwezig hoor. Ik hoorde met Roland zijn ziekenziekstem. Reinhard. We hebben al de vetste Reinhard die er is toch? Is het een neger? Reinhard. Die is zwart. Nee, die ik heb, dat vind ik vetter. Oude? Die nieuwe? Nee, hij is bij de vorige extra skins uitgekomen. Hij is zo. Die blonde. Nee, die is niet uitgekomen. Oké, ja, die vind ik lelijk. Nee, het is die zo met die. Met zo'n eilhoofd op zijn. Oh ja, ja. Dat is zeg maar de original. Zeg maar de master of Reinhardt had die. We hebben nu triple neger achter elkaar. Maar die is ook nieuw. Ja? Neger is nieuw. Is nieuw. Ja, is nieuw. 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 Dit was mijn hulpje. Om te vangen. We hadden net ook al eentje die ging zitten. Tegenwoordig valt het wel mee, hoe. Ja, maar nu ken ik de map veel beter, dus nu sta ik niet meer op die route, zeg maar. Je was een tijdje, was het echt gewoon hype om Neil de ult, ja. Ja, maar ja, elke game, hè. 3 keer, 4 keer, ja. Juist! Ja. Elke keer weer die Neil. Nog meer centen. Oh, die Wanted Dead or Alive, die tag die ga ik op zeker zin instellen. Als iemand dan een tag neerzet, dan zet ik die eromheen. Hup, gele. Wel een goeie, toch? Ja. Hier, weer exact dezelfde voor die clown. Exact dezelfde skin weer voor mij. Nee, dan staat er bij duplicate. Oh, victory pose, nee, knetter. Nee, ik kan niet zeggen, dat is een standaard skin volgens mij. Nou, ik denk wel, hij staat in een keer wat anders. Maar weer een victory post, ja, die. Dan trap van die nog een keer in, hè, game, hè? Kijk, die egg is gek, bijna 8k. 8k nu. Niet bang, hè? Oude recent, hoi! Huh? Kregen we deze net niet? Oh nee, net kregen we Ra en dit is Zunyatta. What the fuck, zien er exact hetzelfde uit ofzo? Ja. Yeah. Oh, andere recolor van de Legendary. Ze lijken gewoon een heel klein tikje anders. Gewoon één keer in Photoshop Ctrl-U geramd, weet je. Maar dat is een god. Hm? Ra is a god. Volgens mij de god. Oh nee, als het duplicate staat, dan staat het eronder. En die grote kistjes waren geen duplicates. Geldkistje was gewoon geldkistje. Was het gewoon een geldkistje? Ja, dan ja. Krijg je 15 credits voor een duplicate. Wow, als je het over de duif hebt, we krijgen weer een duplicate. Opzout hier met duplicate. Janker flashers. Hoi! Je moet vaker kankerflashers zeggen, Niel. Kijk er eens.
vieze gothic slet. Even kijken. Ja hoor. Ja. Die heb ik niet vaak gezien. Ja, ja, omdat het fucking lelijk is. Fucking lesbie. Wow, 2 duplicates hoor. Dus dat is een kankerspel dan. Ah, veilig kanker, kankerflashers. Uninstall. Uninstall. Hoeveel boxes hebben we al geopend dan? Veel. Wat is dit voor bullshit allemaal? Ik heb er al 70 geopend. Uninstall. En in één keer flashen dan, kom op. Nee, maar ik krijg wel weer centen, wat is dit dan? Wow, deze clown is nog duurder. Ik moet even 2 legendaries krijgen. Meer. Gewoon 4 op een rij, gewoon pling, gewoon ting 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 ting. Gewoon even een jackpotje. Maar hoe kan McCree zo duur zijn dan? Hij is toch de fucking de sheriff. Mensen hebben gewoon bounty op zijn nek gezet. Van GTA, weet je, als je grote back hebt, krijg je hem maar. Oh. Maar nou, poep. Vroeger, als je kankerrijk was, inderdaad, dan kun je gewoon zo'n land zijn neerzetten voor wie ook wel. Al was het de sheriff, al was het de fucking mayor, kom gewoon. Precies. Maar die nieuwe skins, die droppen goed. Nee, helemaal niet. Ja, die doen het best. Zie je, leuk. What the fuck, prachtige nieuwe skins, jongen. Fuck, denk je eindelijk skin te krijgen, we fucking niet moet. Onze. Wat is dit dan? Uninstall. 83 kissies, geen een. Maar hebben we 1 nieuwe skin gehad of zo? Ik heb er niet eens 1 gezien, dan is het niet opgevallen. Misschien niet eens 1. Wat is dat dan voor onzin? Nog meer centen. Dat vind ik wel echt flash. Ja? Ja, alsjeblieft, nieuwe update, nieuwe skins. Fuck jullie skins. Yeah. Fuck jullie skins, bro. Yeah. Na de eerste lootbox die je hiernaar krijgt, zitten er meteen alleen maar nieuwe skins in, weet je? Ja, maar het lullig. Omdat dit oude boxes zijn, denk je? Maar yeah. Ja, maar 12 van die boxes waren al nieuwe boxes. Ja. Uninstall. Komt er 4 gouden kistjes, hè? Komt, hè? De laatste kist zit gewoon 4 gouden in, weet je? Anders gewoon uninstall, gewoon gelijk. Een nieuwe, die emote van Hanzo. Fuck emote! En die player icon. Fuck emote, wat is dit allemaal? Ja, spit aan them. Klak, 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 klak. En spit aan je. Wat een bullshit, joh. Nu staat er wel veel nieuw, volgens mij. Zo. Maar ga nou naar je main page. Moet je nog even wat nieuws wegklikken, jongen? nee, je moet ze niet. Je hebt nu een button, dat is in My Skull of Scene. Heb wat? Kijken. Career profile? 37, 50, 45, 27, 44. Ja, nou zitten we echt zeker aan de helft van alles. Yes, sir. Wat? Hoe kan je... Oh, Mark alles zien, ziek. Slimmer zijn ze. Nou, ik had even... What the fuck? Die heb ik vorige keer niet eens gezien. Ik heb echt al die dingen aan zitten klikken. Want ik wou al die nieuws weg. Nee. Fucking Niels, jij zei ook gewoon dat je ze allemaal moest aanklikken. Ja, dan hebben we dat ook pas recently added. Ja, dat... Hoe recently is recently? Hoe recently is recently? Recently. Ja, met deze update dan waarschijnlijk. Ja. Hij zit me wel weer in de mailing te nemen, die Niels. Dat denk ik ook niet in de mening, sir. Maar welke champion hebben we de meeste van, man? Maar dat is niet gelijk, hè? Sommige heb je veel meer skins. Ja, maar je kan het hier zo zien op die main page. Waar? Kijk, een 49, 53. Toch hier. 54 zie ik eentje, hier zo bam. Ja. Nee. 45, 57 voor Tolbjorn. Tolbjorn is een beest. Zo, maar je hebt echt veel shit dan inderdaad, gek tegenwoordig toegevoegd. Damn. Oh,
Wat is er zoveel toegevoegd? Ja, 34 sprays, gek. What the fuck? Ja, je moet nagaan. Al die sprays in dat spel. 34, ja, what the fuck? Doe normaal, hè? Al die victory poses, al die voice lines. De highlight intro's, die kan je ook nog krijgen. Chobo, wat een fucking second speler, man. Hij is kankergemeen. Die killcams zijn altijd... Deze ziet er alleen echt niet uit, hè? Die play of the game, jongen. Laat geen naar boos kijken, nee, klaar. Die play of the games van die kanker, ja. Hoezo? Zijn die sick, weet ik niet. Van Tolbjorn, dat is altijd dat hij alleen maar zo... Dat je hem ziet rennen. Ja, dat is juist baas. Die kanker turret hammeren en dan... De mooiste killcam die ik ooit had gezien op een YouTube filmpje was een Tolbjorn die half van de map af aan het vallen is. Die kreeg ook echt de killcam. Hij was al net dood gegaan voordat de killcam startte en toen maakte ze turret alle kills schijnbaar ondertussen. Hey. Ik zag ook echt alleen maar mensen, ik kreeg rustig naar die Tolbjorn kijken die aan het vallen was. Ja, het is altijd wel fucking ziek. Zout met je fucking Overwatch.